Woensdag 11 juli 2018, iets na 12 uur. Het is weer tijd voor een nieuwe Weken Daily. Met mijn grote vriend uit Volendam, Kees Kwakman. Kees. Hallo. Nog even bezig met je cameraatje. Ik loop even te kloten met dat beeld. Oké. Nou ja, ik zie jou niet, maar dat is niet erg. Okay. Ik zie jou wel, gewoon luid en duidelijk. Daarom. Hartstikke goed. Kees, eindelijk die rustdagen voorbij. Gisteren hadden we de eerste halve finale. Heb je genoten van Frankrijk tegen België? Nee, niet echt. Maar ja, goed, dat wist je van tevoren. Dat het een soort van schaakspel zou gaan worden. Het was natuurlijk wel boeiend. En individueel zijn de spelers natuurlijk geweldig. Maar het spektakelstuk... waar je dan stiekem op hoopt, ja, dat is niet gekomen. Nee, het was niet een wedstrijd zonder kansen, hè? Nee, maar goed, dat is ook wel logisch. Je hebt altijd wel een paar mogelijkheden. In de eerste helft had België natuurlijk twee goede kansen met dat schot van Hazard en uit die corner dat Alderweireld schoot. Ja. En Frankrijk had die hele goede kans met Pavard ook. Dus er waren wel zeker wat mogelijkheden. Ik denk ook dat het gewoon heel gelijkwaardig was, hoor, voor de rest. En dat na die goal van Frankrijk... Ja, dat België moest, maar niet kon. En Frankrijk, die ging weer op de manier zoals ze het hele toernooi al doen. Ja, wat dus, mooi. Ja. Ja. Aan het begin van de wedstrijd zagen we trouwens de Ajax-directeur Edwin van der Sar, de Belgen aanmoedigen met een shirtje van Jan Vertonghen. Nou, dan gaan veel Ajax-zieren keren terug. Maar ik denk Jan Vertonghen nog niet. Wel mooi om te zien dit. Sowieso was er bij de België vooraf natuurlijk veel over te doen geweest. Met welke elf ze zouden starten. Meunier natuurlijk geschorst. Na de kwartfinale tegen Brazilië. Uiteindelijk kwam het er zo uit te zien. Met Moussa Dembele eindelijk weer in de basis. Links in de zone. En dan Chatli op rechts. Ja. Goed uitgepakt voor jou? Ja, van tevoren dachten we allemaal... yes, Dembele doet mee. Ja. Omdat dat gewoon een fantastische speler is. Maar dat pakt in verdedigend opzicht denk ik wel goed uit. Want die hielp Vertonghen een aantal keren goed. Dus ze hadden Mbappé redelijk onder controle. Maar ja, aan de bal was Dembele heel matig en veel balverlies. Dat viel mij ook op, een paar slordige passes, hè? Ja, maar ik denk ook... Kijk, je moet ook niet vergeten dat hij natuurlijk nu alweer een tijdje geleden heeft gespeeld met Tottenham. En dit is zijn eerste wedstrijd op het WK en dan gelijk even zo'n wedstrijd moet je er staan. Ja, ik kan me ook wel op die positie... Ja, want dat is natuurlijk... Ik kan me wel voorstellen dat dat heel moeilijk is. En Frankrijk deed dat ook geweldig, hoor. Die sloten hem elke keer in als hij de bal kreeg. Dus er was ook bijna geen ruimte voor hem. Maar ja, ik zat ook niet zoveel andere opties. Hè. Dan had Carrasco op links gemoeten. Nou ja, dat wil je ook niet tegen Mbappé. Nee, als we kijken sowieso wel naar het wisselbeleid. Uiteindelijk brengt hij vrij snel Mertens. Hè. Dat was een logische wissel. Pakt ook best wel redelijk goed uit, zeker in het begin. Hè? Met een slinger die de bal een paar keer goed voor. Ja. Uiteindelijk haalt hij Fellaini eraf, 10 minuten voor tijd. Laten we het eerst over die wissel hebben. Begreep je? Ja, ik had die altijd laten staan. Ja. Omdat je dan volgens mij toch op een gegeven moment met Mertens erin... gingen ze al wat opportunistischer spelen met de vroege voorzet. Nou ja, dat wordt dan richting het eind alleen maar nog meer dat je dat moet gaan doen volgens mij. Omdat Frankrijk daar ook goed in is. Want voetballers kwamen ze er niet doorheen. Ja, en dan haal je je beste kopper haal je eraf. En in de 91ste minuut kwam Batshuayi nog even. Ja. Hoe kun je dat verklaren met nog 5 minuten te spelen? Ja, die kwam er ook in. En je zag gewoon aan zijn gezicht dat hij dacht van... Nou, lekker dat ik nu nog even 5 minuten de ijzers uit het vuur mag halen. Ja. Want je merkte al wel dat België er gewoon niet doorheen kwam. Dus je moest echt op een gegeven moment risico gaan nemen. Ja. Met alle gevolgen van die natuurlijk. Want Frankrijk kwam er toen gevaarlijk uit. Nou ja, je moet wat als je achter staat. Ja. Heb je de quote gezien van na afloop van Courtois? Ja, over dat vond ik dan wel weer een beetje. Dat vond ik dan wel weer een beetje overdreven natuurlijk. Kijk, ik snap wel de teleurstelling en Frankrijk deed gewoon wat ze het hele toernooi al deden. Dus het mag geen verrassing zijn voor België. En ja, ik vind het ook verschrikkelijk dat Giroud en Griezmann gewoon op 35 meter van hun eigen goal staan. Ja. Ja, Giroud heeft denk ik gewoon in het open spel een keer of 4-5 de bal weggewerkt rondom zijn eigen 16. Die was aan het tackelen, toch? Ja, die maakte nog een overtreding inderdaad. Op Hazard. Dat was gewoon een vrije trap. Ja, ik vind dat ook verschrikkelijk. Maar ja, weet je, ze doen het al een hele toernooi en het werkt. Ze hebben zoveel snelheid voorin en ze kunnen zo goed verdedigen en compact spelen. Dat werkt voor hun. Dus dat wist België ook. Dan moet je niet achterkomen. Zo simpel is het. Ja. Moeten ze maar opletten met die corner. Ja, jij bent de kenner van dode spelmomenten. Die goal, die 1-0. Uiteindelijk staat Alderweireld in de dekking op Umtiti.
Is het logisch dat hij hem laat lopen, aangezien Verlijnen daar staat? Of had hij gewoon mee moeten lopen? Nee, hij is gewoon te laat, in mijn ogen. En dit was niet de eerste keer dat België daar verrast werd. Dit was al meerdere keren gebeurd. Tegen Brazilië ook al, 2 keer geloof ik. Ja. Dus ze hebben er ook zelf wel uitgescoord. Dus ja, ik vind dat gewoon slecht. En als je Fellaini dan voor de hoge bal daar neerzet, dan moet je er desnoods nog iemand anders bij zetten. Maar België kiest voor... Ik denk dat zij 3 man voorin houden als ze een corner tegen hebben. Omdat ze er dan snel uitkomen. Absoluut. En dat hebben ze al 2 keer gedaan, dit toernooi. 2 keer een goal uitgemaakt. Maar ja, ook tegen Brazilië ging dat 1 keer goed. Maar hadden ze ook een goal tegen kunnen krijgen met 2 kansen van Brazilië. En nu krijgen ze hem wel tegen. Ja, want dat is het risico wat ze nemen. Ja, want tegen Brazilië kwamen ze nu natuurlijk al goed weg als we keken naar de expected goals. Als we nu kijken, ja, dit is een beetje opgeteld. Bart Vrouws laat dat mooi zien in zijn tweet. België de laatste 2 duels samen. Nog ineens 1 expected goal voor, maar wel bijna 5 tegen. Ja, dan, als we kijken naar expected goals, is het ook niet heel onterecht dat ze er nu uiteindelijk uitvliegen, toch? Nee, ik vond tegen Brazilië al dat Brazilië veel meer verdiende. Ja, en nu uiteindelijk vond ik qua spelbeeld niet dat Frankrijk meer verdiende. Maar uiteindelijk, als je kijkt naar de kansen die Frankrijk vanuit de omschakelmomenten heeft gehad, op het eind met name ook, dat Frankrijk uiteindelijk verdiende om door te gaan. Maar als ik gewoon even kijk naar de speelwijze, ja, dat was identiek. Ze zakten allebei in, ze wilden niet. Ja, en dan had ik dan toch op een gegeven moment wat meer sympathie voor België, die dan toch maar vol voor op de aanval gingen. En met name omdat ik het gewoon jammer vind dat Frankrijk met dit soort spelers zo speelt. Maar ja, het werkt. Dus ja, het is ook wel weer begrijpelijk. Toch wel weer ook een hoofdrol voor Kylian Mbappé. Het is ongelooflijk op deze leeftijd, Kees, dat je al in zo'n wedstrijd zoiets kan laten zien. Hè? Hier zien we een jeugdfotootje met Thierry Henry. Gisteren natuurlijk de vijand Thierry Henry, assistenttrainer bij de Belgen. Wel mooi die knuffel na afloop. Maar, ja, hij had ook wat last, geloof ik, hè, vooraf. Dus het was, hij heeft de dag ervoor niet getraind. Ja. Nee, maar dat was niet te zien. Ja, die had weer een paar geweldige acties. Dat hakkie, dat was... Ja, maar ook die bal op Pavard, waar Pavard eigenlijk de 1-0 uit moet maken. Hoe dan steekt met zoveel gevoel. Ja, hij had nog een mooie bal de tweede helft op Griezmann. Die Griezmann overigens geweldig aannam. Ik vond Griezmann de beste bij Frankrijk. Ja, dat centraal duo is sowieso buiten categorie. Hè. Dat is niet normaal. Helemaal Varaan. Titi die doet af en toe nog wel eens een beetje gekke dingen. Maar Varaan eigenlijk nooit. Ja, dat is ook niet doorheen te komen. Ja, tuurlijk. En dan Kanté daarvoor. En daar is gewoon niet doorheen te komen bijna. En, goed. Ik ben dan toch ook voetballiefhebber. Ik kijk als neutrale kijker. Ik wil gewoon gezellig de wedstrijd kijken. Ja, dan zie ik Giroud... 12 slidings geven op zijn 16. Ja, weet je. Daar word ik niet warm of koud van. Maar ja, ze hebben daar totaal geen boodschap aan. Dat snap ik ook wel. Nee, ik vond het wel mooi, want het was een beetje kenmerkend. Dat zag ik al de eerste helft. Die fantastische bal van Mbappé. Hij werd geopend op Mbappé. Die speelde voor mij in 1 keer voor de goal op Giroud. Ja. En die kaatste hem ongeveer terug naar de corner. Terwijl als die gewoon rechtdoor, dan zit hij waarschijnlijk, die bal. Ja. Toen dacht ik, hij zit daar... Toch? Hij zit daar niet om te scoren. Ja, Hij, die actie was ook zo raar. Hij had alle tijd. Maar hij zette veel te vroeg zijn schot in. Of zijn actie. Dat was zo apart. En nou ben ik niet zo... Ik vind Giroud over het algemeen best wel een onderschatte speler. Want ik vind echt wel dat hij van waarde kan zijn voor een team. Heeft ook vaak belangrijke doelpunten ook gemaakt. Ook voor Frankrijk is het niet slechter gegaan nadat hij erin is gekomen. Alleen gisteren was hij wel echt heel erg slecht. Ja, denk je dat hij ook de finale gaat spelen? Dan ziet er bij hem ook... Ja, dat denk ik wel. Je wilt, ziet toch? Er bij hem ook zo heel houterig natuurlijk uit, extra. Ja. Ja, want hij doet wel gewoon zijn verdedigende werk in de organisatie. En dat moet je zo wel nageven. Het verdedigen van de Fransen begint voorin. En als je Griezmann en Giroud ziet werken en sleuren... Ja, dat is wel uniek hoor. Gewoon 2 topspelers en dan toch gewoon het zo op kunnen brengen. Dat is een voorbeeld voor eigenlijk voor alle voetballers. Oh, inderdaad. Ik denk dat de Champs ook niks meer gaat veranderen in de finale. Nee, over de Champs gesproken. Niet. Hij zegt, in de finale gaan we schitteren. Ja, aldus Juriaan van Wessum. Ja, mooi verhaal, ja. Ja, toch? Ja, natuurlijk. Nee, natuurlijk niet. Die gaat gewoon weer precies hetzelfde spelen. Ja. En dan, dan is het te hopen voor de wedstrijd. Eigenlijk is het te hopen voor de wedstrijd dat Frankrijk achterkomt. Ja. En dat ze meer naar voren moeten spelen. Ik denk dat ze dat ook kunnen. Overigens stond dat hier Hazard was uitgeschakeld door de Fransen. Ik denk dat je heel veel kan zeggen van de Fransen, maar niet dat Hazard was uitgeschakeld, toch?
Ja, ja, niet specifiek echt één op één, maar ze hebben wel zijn gevaar redelijk geneutraliseerd. Met name gewoon door de manier waarop ze hebben gespeeld. En natuurlijk had Nazar nog wel een paar momenten, maar ja, weet je, die zag zoveel Fransen voor hem dat hij ook geen kant op kon op een gegeven moment. Ja, dat is wel zo. Dus ik snap wel een beetje wat jullie aan bedoelt. Ja. Zometeen natuurlijk gaan we het hebben over Engeland. It's coming home, ja of nee. En natuurlijk de Vida Gate bij Kroatië. Maar we gaan eerst naar Rotterdam-Zuid. Naar onze eigen Justin Kevenaar voor een lesje voetbalgeschiedenis. We kunnen het vandaag natuurlijk gaan hebben over de WK-finale van 2010. Maar dat gaan we even niet doen. Want we gaan voor een leuker en actuele onderwerp. Namelijk naar de dag van de derde plek van Kroatië. Het WK van 98 zou namelijk niet alleen het toernooi vormen van de winnende Fransen. Ook de Kroaten wisten gedurende het toernooi de harten van vele neutrale kijkers te stelen. In de groepsfase waren ze nog wat onzichtbaar met de zakelijke winstpartijen tegen Jamaica en Japan. En ironisch gezien een nederlaag tegen Argentinië. Het werd vervolgd door een nipte overwinning op de geblondeerde Roemenen, totdat de grootste triomf zou plaatsvinden in de kwartfinale met een klinkende 3-0 zege tegen Duitsland. Het doek zou echter wel in de halve finale vallen tegen gastland Frankrijk, maar Kroatië stond definitief op de voetbalkaart en op deze dag grepen ze ook nog eens de derde plek, door met 2-1 van Nederland te winnen. Niemand minder dan Davor Šuker, die topscorer van het toernooi zou worden, maakte de winnende goal waarmee Kroatië haar beste resultaat naar een nog jonge geschiedenis boekte. En wie weet kan dit resultaat anno 2018 nog verbeterd worden. Ja, vandaag is het natuurlijk aan de beurt. Het wordt sowieso een spraakmakende halve finale tussen twee ploegen die allebei op een andere manier de halve finale hebben bereikt. Kroatië met enorm veel moeite natuurlijk. Hè. Het kraakte en het piepte. En er gebeurde ook intern natuurlijk wel wat. De assistenttrainers op straat gezet. En bij Engeland eigenlijk helemaal niks aan de hand, Kees. Geen relletje, niks. Iedereen staat achter de ploeg. Het hele land staat achter de ploeg. Wat een verschil met voorgaande edities. Ja, iedereen fit ook volgens mij op Vardy na. Die nog wat last van zijn lies had. Ja. Ja, en die hebben natuurlijk een hele rustige wedstrijd gespeeld tegen de Zweden. Waarin ze ook wel af en toe goed wegkwamen. Maar daar zijn ze heel goed doorheen gekomen. Op het oog een simpele zege, laat ik het zo zeggen. Ja, die hebben alles onder controle. En die spelen al heel lang onder Southgate op dezelfde manier. Dus daar gaan ook geen veranderingen plaatsvinden. Nee. Dat ziet er ook gewoon goed uit. En ja, ik denk niet dat Kroatië bij macht is om Engeland te verslaan. Maar ook fysiek. Waarom niet? Nou, ook fysiek denk ik dat Engelsen er beter op staan. Ja, die hebben ook nog ik denk toch dat Kroatië twee zware wedstrijden heeft gehad. Met name die laatste wedstrijd. Ze vielen allemaal om. Ja. Op Modric na. Ik denk uiteindelijk dat Engeland dan toch net ook net dat laatste beetje meer kwaliteit heeft om te winnen. Ja, dat is meer een gevoel. Ik weet ook niet meer. Waar liggen de zwaktes van beide ploegen? Dat wordt er nu ook gevraagd. Ik denk dat je wel ook zag in die wedstrijd tegen Zweden dat Engeland uiteindelijk wel moeite heeft om het spel te maken. Omdat zij natuurlijk met 3, soms ook wel eens met 5 achterin staan. En dan Henderson daarvoor is ook niet echt een spelmaker, vind ik. Dus ze hadden op die manier eigenlijk best wel moeite. Hebben ook eigenlijk ruimte nodig met snelle jongens voorin. Met Lingard en Sterling en Kane die natuurlijk ook op de tegenaanval gevaarlijk is. Maar goed, Kroatië speelt ook een beetje op die manier. Die spelen ook niet echt naar voren. Die kunnen dat misschien wel wat beter met Modric en Rakitic vanuit het middenveld. Maar hebben ook jongens voorin die snelheid nodig hebben. Met Perisic en Rebic. Dus ja, ik denk dat het uiteindelijk weer een behoudende wedstrijd gaat worden. Waarin ze beide gaan afwachten en niet te veel risico gaan nemen. Ja, en de gouden generatie van Kroatië gaat dan zonder prijs de geschiedenisboek in. Dus kijk, hier zien we de leeftijd er ook bij. Mandzukic natuurlijk, de 30, Rakitic, Modric. Dat is een Subacic natuurlijk. Ja, nou ja, dat zal voor Mandzukic en Modric sowieso een laatste WK, denk ik, zijn. Ja. Maar ja, goed, dit is wel een mooi. Dit is nu wel voor hun het moment, hè, gezien de leeftijd ook, om het nu te doen. Maar ik vind het natuurlijk, ik vind het al razend knap dat ze de halve finale hebben gehaald, hoor. Ja, met die, is natuurlijk een goed. Ja. Ja. Nee, inderdaad, met die gekke knipoog Kroaat, die wij natuurlijk in Nederland kennen uit de tijd van bij Dynamo Zagreb. Er was heel veel ophef te doen met de assistenttrainer, dat ze een filmpje hadden geüpload. Die assistenttrainer is inmiddels ontslagen. Vida mag gewoon spelen. En toen verscheen er een tweede videootje. Laten we daar even naar kijken. Ajmo ka falu, plaćam ka dolazim. Slava Ukrajini. Beograd, gori, ajmo.
Ja, dit filmpje loopt dus nog iets langer door. We hebben het even laten vertalen door een Kroaat. Hij zegt eigenlijk, Oekraïne viert feest, Belgrado staat in brand. Kroegen, bereid je voor, want als ik terug ben gaan we zuipen en ik betaal. En dus zei iedereen, hoe kan hij nou een verwijzing maken naar Servië, naar Belgrado? Nou, Belgrade is namelijk een restaurant in Kiev. Dat wordt gerund door zijn goede vriend Jovan, een Serviër. En we hebben dit naar een Kroatische jongen laten zien. En die zei ook, het is zo raar dat hij een Servische naam, Jovan is een Servische naam, dat hij die begroet op het eind. Want Jovan, ja, dat is puur een Servische naam, kan geen Kroaat zijn. Dus het was gewoon een groet aan een Servische vriend van hem in de Oekraïne met een restaurant dat Belgrade heet. Dus de FIFA zal wel weer onderzoek doen, maar het is dus eigenlijk een storm in een glas water. Oké. Nou ja, goed. Laten we zeggen dat het niet handig is, Kees. Nee, dat klopt. Maar er wordt natuurlijk heel veel over hem altijd gesproken en altijd over dat knipoog. Maar ik vind het trouwens best gewoon een goede speler. Een goede verdediger. Ja. Die maakt weinig foutjes en staat zijn mannetje. En, hij is wel ongelooflijk lelijk, maar goed. Oh, jeetje. Hè? Hij zal ongetwijfeld een schitterende Kroatische aan de haak hebben geslagen. Ja, of Oekraïense. Hij heeft lang bij Dynamo Kiev gespeeld. Oh, ja. Nou ja, goed. Ja, dat weet hij is om het even, toch? Kroaten. Ja, die lijken allemaal op elkaar, joh. Nee, maar... Maar even iets anders, hè. Dit is voor mij al de tweede of derde keer dat we hem met een biertje zien. Kan dat gewoon op een WK? Ja, na afloop kan dat toch wel, volgens mij. Ik heb wel eens gehoord, en of dat dan helemaal klopt, dat bier na afloop helemaal niet zo slecht is. 1-2 biertjes vanwege het gist en dat het dan... Is dat zo? Voor de spieren, maar ja, heb ik wel eens gehoord. Ja, niet dat ik het doe, maar... Nee, jij bent niet van het bier, toch? Nee, maar ja, goed. Ik hoop voor hem niet dat hij dan dat hij meerder heeft genomen. Maar ja, aan de andere kant, als je weken met elkaar bent en spanning hebt en dan win je zo'n wedstrijd, heb je nog een goal gemaakt ook, ja, dan kan je wel een biertje drinken, toch? Dan kan je absoluut een biertje drinken. Als ik jou zo hoor, hoop jij op een droomfinale Engeland tegen Frankrijk? Ja, ik hoop daar. Ik, omdat ik denk dat Engeland dan nog toch net iets meer tegenstand kan bieden aan Frankrijk, ook fysiek. Dus ik hoop dan uiteindelijk dat het Engeland-Frankrijk wordt. Ook omdat dat toch wel ook gewoon qua affiche en ook wat Franse spelers die in Engeland spelen. Dus ja, daar hoop ik dan maar op. Ja, al moet ik eerlijk zeggen dat een van de beste spelers dit toernooi bij Kroatië speelt. Modric. Dus ja. Dat zou jammer zijn, maar ja, goed. Maar als we kijken naar onze grote vrienden van Toto. Nog 3 mogelijke winnaars dit WK. Dan zet jij je geld in op Frankrijk, als ik het hoor. Ja, dat denk ik wel, hè. Ja, dat is zo moeilijk tegen te winnen. Ja, dan moeten er dan met penalties misschien gaan in Engeland. Nou ja, daar zijn ze over het algemeen niet zo goed in. Behalve dit toernooi, hè? Ja, ze hebben nu 1 keer gewonnen, inderdaad. Ja. Hey, Kees, als het nou weer pingels wordt vandaag, hè? Engeland-Kroatië, stel het wordt pingels. Moet Modric weer achter die bal gaan staan? Ja, dat zal waarschijnlijk wel moeten. Want er zullen, die anderen die zullen waarschijnlijk wel niet willen. Dus ik denk ook dat het is. Maar hij heeft ze niet echt geweldig genomen tot nu toe, dit toernooi. Voor mij waren ze alle 3 heel matig die hij heeft genomen. Die eerste mis, die ene door het midden, net aan. Ja. Nou, weet je wat gek is? Die ene die gepakt is, die was misschien nog wel technisch gezien het beste. Die was misschien nog het best, ja. Toch? Ja, en dat klopt. Ja. Dus, maar ja, goed, hij zal het toch wel weer gaan doen, denk ik, als aanvoerder zijn. Als jij... Weet je, hij heeft het uiteindelijk ook in die eerste wedstrijd gedaan waarin hij hem net gemist had. En toen nam hij uiteindelijk ook zijn verantwoording. Ja, dat gaat hij nu weer doen. Dat tekent ook gewoon de grootheid van Modric dat hij dat doet. Ja, maar ik heb het voor mij met Willem Wijs wat met het Wiegers over gehad. Dat het eigenlijk hoort bij een aanvoerder om een pingel te nemen. Nou weet ik dat jij aanvoerder bent geweest. Ja, die mening deel ik niet. Nee, toch? Jij ging als 11e, toch? Als dat had gemoeten, had je als 11e genomen, toch? Nee, ik vind niet dat jij als aanvoerder een penalty moet nemen. Je moet gewoon je verantwoording nemen als jij voelt dat je denkt dat je hem gaat maken en dat je het goed kan. En ik ben gewoon nooit een held geweest in strafschoppen. Hoe kan dat? Weet ik niet. Dat als er 10 camera's op mijn neus staan, heb ik ergens last van. Maar een penalty nemen, daar was ik gewoon geen held in. Terwijl je hebt het wel altijd van je trap ook moeten hebben, toch? Je hebt een goede trap. Ja, natuurlijk. Kijk, normaal gesproken zeg je, die bal die kan je in een hoekje schieten. Maar ik heb het 1 keer uiteindelijk dan toch gedaan. En die ging dan ook mis. Wanneer was dat? Met NAC tegen Cambuur voor de beker. En daarna heb ik het gewoon nooit meer gedaan. En ik denk, als je er geen goed gevoel bij hebt, dan moet je het ook niet doen. En of je een aanvoerder bent of niet, ja. Staat nu tegenwoordig zelfs in je Fox-contract, toch? Op mediatoernooien hoef je ook geen pingels te nemen. Nee, echt niet. Ik doe het niet. Goed, laten we doorgaan met de quizvraag.
Wel goede les voor Willem en voor Hedwiges natuurlijk. Een aanvoerder hoeft dus niet altijd een pingel te nemen. Ja, wat een mooie quizvraag gisteren. Je zag hem ook tijdens de wedstrijd voorbij komen op onze social media kanalen. Welke spelers uit de Belgische WK-selectie hebben één of meerdere duels gespeeld in de Ligue 1? Ja, heel veel goede antwoorden eigenlijk wel voorbij zitten komen. Bart Zwerver, die had ze allemaal in één keer goed op Facebook. Bart Zwerver, die zei Thomas Meunier, Yannick Carrasco, Yuri Tielemans, Michy Batshuayi en Eden Hazard. En sommigen hadden ook nog Thorgan Hazard, maar dat was in de Ligue 2. Dus die kunnen we absoluut niet meetellen. Ja, gefeliciteerd Bart. Jij wint het shirt van Mamaduro. Dat komt zo snel mogelijk jouw kant op. En dan de volgende quizvraag. De quizvraag van vandaag. Bij welk toernooi werd België ook in de halve finale uitgeschakeld en door welk land? Zo, dat is een goeie. Hashtag WKDaily, als je kans wil maken op dat fantastische shirt van Mamaduro. Er zijn nog maar een paar van, dus mocht je het antwoord weten, stuur snel je antwoord in. Dan gaan we door met het onderdeel hashtag niet WK. En dan moeten we natuurlijk beginnen met CR7, Cristiano Ronaldo. Het is dus allemaal rond. Hij gaat naar Juventus, de oude dame. Ja, ik blijf het vrij opmerkelijk vinden, Kees. Ja, ik vind het gewoon dat hij überhaupt weggaat toch? Bij Real. Ja. Ja, op zijn 33ste nog. En, ik lees dan ook dat het met de belasting te maken heeft. Ja, dat is natuurlijk moeilijk voor ons om dat nou precies te weten allemaal. Ook dat hij dan ontevreden is dat hij minder verdient dan Messi en Neymar, geloof ik. Dat het was. Ja, dat vraag ik me dan wel altijd af. Weet je, die gasten hebben al zo verschrikkelijk veel geld. Dat is een ego-ding, toch? Ja, dat zal het zijn. En dan nu een 4-jarig contract. Ja, je 33, hè? Ja, ik vind het nogal wat. Maar 30 ja, goed, miljoen per jaar? Dat redelijk. Ja. Ja. Nou, ja, maar ik vind het ook wel weer leuk. Hè, dat hij het toch ook weer in een andere competitie gaat proberen. Misschien is het ook voor de Italiaanse competitie, die toch wel meer en meer natuurlijk leuker wordt, denk ik. Hè? Ja. Die hebben natuurlijk nog van oudsher de stempel halen, maar Catenaccio en lege stadions. Maar volgens mij is dat absoluut niet meer het geval. In ieder geval het spel. Dan helpt dit natuurlijk wel dat een topper de topper erbij komt. En dan hopelijk, ik wou zeggen, hopelijk kan de competitie dan weer spannend worden. Maar ja, dat zal dan niet gebeuren. Nee, want op dezelfde dag, of voor mij net ervoor, werd Emre Can natuurlijk ook bekendgemaakt. Zijn dit nou de stapjes die zij nodig hebben om uiteindelijk echt de Champions League te kunnen winnen? Want daar gaat het natuurlijk om, hè? Zij winnen de Serie A jaar in, jaar uit bijna nu. Sorry! Ja, ze waren natuurlijk al redelijk dichtbij, hè, dit toernooi. Ja. Of in ieder geval, in die wedstrijd tegen Real Madrid waren ze gewoon heel dichtbij om Madrid uit te schakelen. Totdat ze die pingel tegenkregen. Ja, precies. En zaten ze het jaar ervoor niet in de finale? Tegen Real? In Cardiff, ja, dat was het jaar ervoor, 3-1, toch? Ja. Ja. En volgens mij ook vlak daarvoor nog een keer tegen Barcelona hebben ze nog een keer finale gehaald. Ja. Niet eens zo lang geleden. Ja, dus ze zijn natuurlijk wel gewoon steeds in de buurt. Maar wat jij zegt, net dat laatste stapje misschien. Ja, daar kan Ronaldo dan misschien net voor zorgen. En dat zou wel een keer leuk zijn om een andere club nu de Champions League te laten winnen. Ja, en ik heb geen idee waarom het gisteren tijdens de wedstrijd gebeurde. Maar gisteren kwam dus tijdens de wedstrijd België tegen Frankrijk nieuws naar buiten dat Mahrez naar Manchester City verhuist. Geen idee waarom je het op zo'n moment naar buiten zou willen brengen, hè? Het officiële statement. Ja. Wat vind je ervan? 70 miljoen? Past die bij Guardiola? Ja, wel veel geld. Ik vind het wel echt een fantastische speler. Ik vind wel een beetje dat het een beetje hetzelfde type is als Bernardo Silva. En die hebben we natuurlijk bij Monaco toen zien uitblinken. Ja. En daar waren we. Nou, Jurriaan is er natuurlijk helemaal. Nog steeds is hij er fan van. Maar ja, daar is helemaal niks meer van over. Even overdreven gezegd. Ja. Ook dit WK niet gezien. En maar wordt hij dan de kind ook van de rekening daar? Ja, dat denk ik wel. Want dit is precies hetzelfde type speler. Ja. Ook een linkspoot die op rechts het best rendeert. En dus je moet. Ook met Mahrez is nu natuurlijk wel even afwachten om Bernardo Silva als voorbeeld te nemen. Ja, daar hadden we ook van verwacht. Nou, die gaat bij City het geweldig doen en een basisspeler worden. En dat is toch ook nog niet helemaal eruit gekomen. En, ik hoop wel dat dat dan met Mahrez wel gebeurt. Want het is wel een fantastische speler natuurlijk. Ja. Shaqiri naar Liverpool, wat vind je daarvan? Echt? Ja, ik krijg net in de chat een vraag voorbij. Shaqiri naar Liverpool, wat zou je daarvan vinden, Kees?
Oh, oké. Okay. Ik dacht... Ja, nee, het is nog niet definitief. Ja, weet ik niet. Ik vind Shaqiri wel een goede speler, maar... Hij is toch niet niveau Liverpool? Nee, dat vind ik ook niet. Nee, maar denk je als Liverpool nou eens een goede keeper haalt? Zou dat niet misschien... Nee, dat moet ze niet doen. Even een ideetje, hoor. Goed. Want hij had gisteren weer een blunder, geloof ik, hè, Karius. In de oefenwedstrijd. Had jij een keeper bij je transfer bingo staan, of niet? Nee. Maar ik had er wel... ik had Maris, jazeker. Kijk. Ja, kijk eens aan. Je hebt er nu, even kijken, 2. Ja, die rechtsonder had ik ook. Dat gaat hem niet worden. Ja, dat gaat hem niet meer worden, nee. En Savic, Gomez, wie is daar die linker? Want die zie ik niet, linksonder. Dat is Jan Baks, naar Beşiktaş. Oh ja. Ja, dat komt nog. Heb ik, Maar Mahrez is wel knap, hè? Ja, dat is heel knap. Zeker. Ik zou bijna zeggen dat je informatie hebt toegespeeld gekregen... voordat jij de transfer bingo hebt ingevuld. Dat denk ik niet. Nee? Nee. Okay. Nee. Ja, ik heb het wel een beetje. Ik heb al mijn huiswerk een beetje proberen te doen voordat ik het invulde. En, dus zo kennen we jou toch ook, Kees? Tuurlijk. Ja. Hoe is het bij Volendam? De voorbereiding gaat goed? Jawel, ja. Die gasten zijn wel aardig aan het trainen. Dat gaat erop. Ja. En nog steeds op zoek naar minimaal 1 speler erbij. Dat is al 2 keer net misgegaan, helaas, met een speler. Welke positie? Een nummer 10, een aanvallende middenvelder. Okay. Dus transfervrij, snel, moet goals maken, niet duur. Dus ja, die liggen voor oprapen. Laat je reactie achter in de comments als je een goede nummer 10 hebt die aan deze beschrijving voldoet voor Volendam. Nou, het duurt nog even, toch? Nee. Misschien huren? Jawel, je hebt nog wel tijd. Maar huren misschien wel op het eind. Maar ja, dan kom je ook alweer dat Ajax, Feyenoord, Utrecht, AZ, al die gasten die huren niet meer. Want die gaan allemaal in jong spelen. Dus het is gewoon ontzettend moeilijk. En ja, de groep is wel goed intact gebleven, dus dat is het voordeel. Maar om echt mee te doen in een hele moeilijke competitie volgend seizoen... Ja, moeten er eigenlijk nog wel 1 of 2 spelers bij. Hey, even 2 dingetjes. Je ging vorige keer dat we je spraken, ging je de loopoefeningetjes heb je uitgezet. Want dat was jouw dingetje toen we begonnen met trainen. Hoe is die bevallen voor de spelers? Ja, ze hebben mazzel dat de hoofdtrainer af en toe met zijn hand over zijn hart strijkt. En zegt van, ik merk toch wel dat ze wat spierpijn hebben. Jij bent meer dus van dit? Nou ja, ik vind wel... Kijk, je moet altijd wel in de gaten houden hoe die gasten ervoor staan. Maar ja, ik denk af en toe wel eens... Laat ze maar even over de kling jagen. Maar, ja. Dus gisteren hebben ze nog wel wat gedaan. Vandaag hebben ze een oefenwedstrijd. Dus je moet ook wel weer uitkijken dat ze er niet bij lopen als een stelletje zoutzakken. Mooi hoor, Kees. Maar als trainer sta je er nog net even anders in, hè? Kan nu al niet wachten tot jij een keer... Oh, heerlijk, man. Kees kwam van de trainen in het... Felix, maak het af. Ja. Hey, tot slot, als Van der Vaart niet goed... dat wordt nu gezegd. Van der Vaart niet rondkomt met PEC Zwolle. Kan hij naar Volendam? Hij is niet snel. Van der Vaart wil in Denemarken blijven wonen. Ja. Dus ja, dat wordt een heel klein probleempje. Ja. Je kan niet rechtstreeks vliegen, toch? Vanuit Denemarken naar Volendam. Nee, net niet. Nee. Nee, dan volgens mij... Ja, want met Telstar is hij ook volgens mij alles contact. Heeft hij alles contact gehad. Oké. Okay. Ja, en dan zou hij maar een paar dagen willen trainen in de week. Nou, dat lijkt me niet zo heel strak plan. Nee, dat hoorde ik. Het plan dat hij dan op woensdag of zo zou komen dan? Tot en met vrijdag? Ja, toch? Zoiets. Ja, ik weet niet precies. Maar ja, dat lijkt me niet heel erg bevorderlijk. Zowel voor de club niet als voor hem niet. Want je moet natuurlijk gewoon trainen een hele week. En, fit zijn. En fit zijn, ja. Want ook in de keukenkampioen divisie loop je gewoon een kilometertje of 12, 13. Lekker! Ik zag hem, hè? Dat je even... Ja, ik moest even nadenken. Ja. Maar geen Joepie meer, maar lekker de keukenkampioen divisie. Tot slot, als je mag kiezen, als je Ajax zijn, Mangalan of Daley Blind? Ja, Daley Blind. Ja. Toch wel raar, hè? Ook, omdat hij op meerdere posities kan. En dat is een Nederlander. Ja, dus en dat we Mangalan ook heel weinig hebben zien spelen, natuurlijk. Ja, die gozer ken ik ook totaal niet. Dus daarom is de keuze ook niet zo moeilijk. Denk ik. Nee. Wel opmerkelijk dat die speler al 1,5 maand rond zou zijn... En dat dan nu dat ze moeten gaan kiezen en dan toch niet voor hem kiezen. Ja, volgens mij is hij al medisch gekeurd ook, klopt dat? Volgens mij is hij al... het is een heel raar verhaal, dat was steeds wel en niet. En nu schijnen hun dan de stekker eruit te hebben getrokken. Nee. Ja, dan hopelijk komt er weer een goede speler terug naar Nederland. Het zou mooi zijn voor de competitie. Dat is hartstikke mooi, zeker. Absoluut. Ja. Kees, dankjewel. Jo, graag gedaan. Tot snel weer. Geniet van de halve finale vanavond. Jullie natuurlijk ook allemaal. Genieten vanavond van Engeland tegen Kroatië. Morgen om 12 uur zijn we weer met een nieuwe WK Daily. Graag tot dan.